Pasen staat weer voor de deur, maar wat doet de religieuze betekenis, de wederopstanding van Jezus Christus, nog met ons? Wij van Straatpraat vragen het op de markt in Schagen. Niks. 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 Ik geloof niet, dus dat is niks. En wat doet u met Pasen? Lekker eitjes eten en op visite gaan en lekker uitgaan. Niet veel. Niks. Maar ik vind het op zich wel leuk dat het een feestdag is. Maar religieus. Ik ga morgen naar de Matthäus Passion in Utrecht. Maar ja, niet vanwege de godsdienst, maar ik vind het fantastisch mooi. Nou, niet zoveel meer. Nee. Wat doet u met Pasen? Ik ben vrij, dus dan een beetje fietsen, een beetje voor mijn eigen vermaken. Nou, weinig. Gezellig bij elkaar. Nog meer bij elkaar, lekker eten. Dat, maar ja, dat is niet de religieuze instelling. Voor mij heeft het geen betekenis. Maar het is de, wat was het ook weer? De wederopstanding. De wederopstanding van Jezus, ja. Maar nee, ik ben katholiek opgevoed, maar ik doe er niks meer aan. Ook katholiek opgevoed, ook vergeten. Maar ja, het Pasen was inderdaad de wederopstanding. En vroeger was dat best wel een moment. Het was heel belangrijk. Nou, dat Jezus aan het kruis is gegaan en na 3 dagen weer herrezen is, zeg maar. Dus. Doet het nog wat met u? Minder als vroeger. Ik, helemaal niets. Helemaal niets. Nee, het doet me echt helemaal niks. Nee. Nou, het doet mij niets meer, maar ik weet wel wat het is. Het is dat Christus herrezen is. Die is dus... Die vandaag goede vrijdag. Nee, morgen goede vrijdag. Morgen wordt die gekruisigd. Vanavond laatste avondmaal. En zondag is hij dan, wordt hij dan herrezen. Oh, maar bijna wel heel veel. Het is toch weer het nieuwe jaar van de kerk. Hè? Er wordt ook de paaskaars ingezegend. Deze keer ben ik daar niet bij. Want ik ga morgen naar Den Haag als vrijwilliger bij de Invictus Games. Dus de kruisweg ga ik niet in de kerk doen, maar in het Zuiderpark. Maar voor mij is Pasen toch wel het begin van het nieuwe kerkjaar. Dat had iets te maken met het ontluiken van de lente. Dus gewoon gezellig met de familie een brunchje doen. Ja, gewoon weer in de gelegenheid om samen te komen. Geen idee. Weet ik echt niet. En wat doet u zelf met Pasen? Lekker brunchen met mijn kinderen en voor de rest niks. Dood en opstanding van Christus. En dat gedenken we. Ja. Hoe viert u Pasen? Met familie en vrienden. En toevallig is onze zoon, oudste zoon, die is 25 jaar getrouwd. Dus dat wordt heel feestelijk gevierd. Niets. Daar ben ik mee gestopt. En wat doet u met Pasen? Gewoon, net als altijd. Genieten we echt veel extra's. Ik weet het, maar niks meer. Nee, dat is heel jammer. Ik weet het wel, allemaal. Dat is een beetje christelijke opvoeding. Nou, niet van huis uit, maar vond ik zelf interessant. En ja, dat doet me niet echt iets meer. Dat vind ik jammer. Weinig. Sorry. Ja. Ja. Hoe viert u Pasen? Ja, wel gezellig met brunchen en met de familie en zo, dat wel. Nou, ik ben wel christelijk opgevoed. Zelf doe ik er niet heel veel meer aan, maar ik geloof zeker wel dat er iets ook zeker naar de dood is. Dus ik geloof zeker wel dat er iets is. Alleen je kan het niet bewijzen omdat je iets niet kan zien. Nou, niet echt. Nee. Wat doet u met Pasen? De kinderen zijn we uitgenodigd, dus samen zijn, dat wel. In die winkel van die Syrische mensen, die kennen wij. Nou, ik was benieuwd, want het zijn christelijke mensen. En die komen uit Syrië. En ik vroeg ze, wat deden jullie met Pasen? Een hele week? Kijk, ik ben christelijk opgevoed. Dus ja, dat blijft er toch altijd wel een beetje in zitten. Ja, maar echt naar de kerk gaan en zo, dat is er niet meer bij. Nou, voor mij niet zo persoonlijk, maar het is de herrijzing van de Heer inderdaad. Dat weet ik allemaal. Ik kan er heel veel van vertellen, ja. Maar voor de rest niet veel kerkelijk gezien. Paas zaterdag nog wel. In de nachtmis toe. Nou ja, avondmis, want nachtmis is er niet meer. Maar naar de avondmis toe. En naar de pauslijst morgens. Hè. En dan kijken naar de bloemen van Nederland. Hè.